Stichting Tehuis voor Vrouwen in crisissituatie Stikkeris heeft vandaag haar opvangcentrum opgeleverd en heropend. Het tehuis staat aan de Kankadriestraat. Heidi Sederboom, voorzitter van de stichting Stikkeris, zegt dat de eerste steenlegging van dit gebouw precies een jaar geleden plaatsvond. Het gebouw dat eerder daar stond is in 2011 door brand verwoest. Stikkeris is een opvangtehuis voor vrouwen en hun kinderen die te maken hadden met fysiek en geestelijk geweld van hun partners. We spreken van huiselijk geweld. Zodra er sprake is van geweld in een afhankelijkheidsrelatie, een machtsrelatie. Wat wij willen doen, we willen in de eerste plaats een veilige haven zijn voor deze vrouwen met hun kinderen, waar ze begeleid worden naar de volgende stap in hun leven. De begeleiding die Stikkeris zal bieden, richt zich op de kracht en de veerkracht die de vrouwen hebben, maar misschien moeten herontdekken. De hulpverlening zal worden uitgevoerd door maatschappelijk werkers die getraind zullen worden in het werken met deze doelgroep. De locatie is zodanig opgezet dat de vrouwen en hun kinderen een eigen ruimte hebben, dat zult u straks zien. En dus in eerste instantie willen we dus veiligheid bieden en naderhand begeleiding en hulpverlening. En ook de kinderen die zullen mee worden genomen in de begeleiding en waar nodig zullen ze psychosociale begeleiding en of psychische begeleiding krijgen. Het opvangtehuis kon weer worden gebouwd met behulp van diverse sponsoren. Apache Suriname is één van de sponsoren. Aishel Bradley, vertegenwoordiger van Apache, zegt dat het bedrijf blij was om een bijdrage te leveren aan de bouw van het tehuis. Vanaf het begin, ontwerp tot aan het ontwerp dat we vandaag voor ons zien, zijn er vele aanpassingen geweest en veranderingen gepleegd. En vooral dankzij de input en het ontwerp van Sunecon hebben we vandaag de dag zo'n prachtig gebouw, welke voldoet aan alle gestelde eisen. We hebben reeds een hele goede band met Sunecon. We hebben al 3 projecten met ze gedaan. En wat ons plezier doet, is dat ze altijd binnen de tijd werken. Vooral binnen het budget. En een hele goede controle uitoefenen op de contractor. In dit geval was dat Remas. Ook Remas wil ik extra danken. Omdat ze net als ons alle plotseling waren overvallen met COVID. En we weten allemaal wat dat met ons heeft gedaan. Zij moesten dus andere omstandigheden, met protocollen in mind en met alle lockdowns die er tussendoor zijn geweest, toch het gebouw afmaken. En dat is ze ook gelukt. Dat was dus Aishel Bradley, ze is vertegenwoordiger van Apache Suriname. Van Sunecon, die ook betrokken was bij de bouw van het opvangtehuis, heeft het bestuur een kunstwerk ontvangen.